Zeg, Kloes, we hebben een gedicht gekregen. Ja, van de heer Weteringen uit Schorl. Oh, maar die heeft al eerder een gedicht gemaakt. Die heeft al eerder een gedicht gemaakt en dat was een beetje pijnlijk voor mij. Oh. Want hij zei, ja, de pianopartijen die je speelt zijn wel aardig, maar een beetje grof. Hij zegt, ik wil eigenlijk achter dit gedicht een simpel gitaartje. Oh, nou ja. Dan doen we dat toch maar. Ik hoop dat hij tevreden is. Ja. Oké. Nou, dan gaan we dan, hè? Ja. Altijd maar werken. Van vroeg tot laat. Wat schiet je daarmee op? Want wat je doet, er blijft altijd weer sores aan je kop. Je doet je best de hele dag. Je werkt je in het zweet. Want alles moet op tijd weer af, zodat je zelfs niet eet. En 's avonds laat, dan denk je nog, hoe moet dat morgen weer? En zelfs in dromen komt het terug, ja telkens, keer op keer. Maar ja, je moet toch leven? Je leeft niet van de wind. Het moet voor huur, voor boodschappen. Een partner of een kind. Je zet maar door, ja, dag en nacht. Waar komt die kracht toch vandaan? Ik wil, het moet, al denk je soms. Straks ga ik er nog aan. De trein rijdt verder. Er is geen stop. Daar gaat de fluit alweer. Je stapt maar in terwijl je denkt, ik wil dit echt niet meer. En toch, ondanks dat zware werk, blijf je toch overeind. Ja, ja, het is nou eenmaal zo. Het is nemen en het is geven.